vandaag zitten we in een nieuwe tycoon. Own a bed tycoon. We gaan eraan beginnen. Ons eerste item hebben we gekocht en dat is een pet feeder om eten te geven aan je diertjes. Oké, make some diamonds. Oké, we hebben unicorns. 44, zoals je kunt zien. De unicorn is lekker aan het eten en daarmee krijgen we diamonds. Zoals je kunt zien, we hebben nog 0 coins, maar we hebben wel 60 diamonds. En je kunt er best veel krijgen, want zoals je kunt zien, er is hier iemand met 50 miljoen, in de tussentijd 52 miljoen diamonds. Oké, deze unicorn is lekker bezig. Wij gaan verder en we gaan een worker laten hiren. Level 1, dus deze gaat rustig, zoals je kunt zien, geld inleveren. En hier kunnen we het geld dan gaan ophalen. Dus elke keer kun je hier naartoe gaan. En ik denk dat als dit spel een beetje loopt zoals ik het goed vind, dat ik alle autocollects ga kopen. Dat is net zo makkelijk in een tycoon. We gaan upgraden. En bam. Dan gaan alle pakketten van 50 munten naar 70 munten. Dat is toch 20 munten extra per doos. We hebben trouwens allemaal cadeaus die we kunnen claimen. Ons eerste cadeau is een ei. En wat zit daarin? Papapapapa. En we hebben nog een noob. Ja, we zijn ook een noob. Dus ja, je moet beginnen met noobs, I guess. We hebben nog een cadeau en dat zijn munten. 46.000 munten, dat is heel erg goed. We hebben diamonds. 400 diamonds. We hebben weer munten en dat zijn 92.000 munten. We hebben weer diamonds, 800. En binnen een paar minuten kunnen we weer dingen gaan ontgrendelen. Dus we hebben best veel geld gekregen waarmee we verder kunnen. Ik ga eerst deze worker upgraden. Oh, je kunt hem golden maken. Oh, daar moet je Robux voor betalen. Weet je, ik ga beginnen met upgraden. We gaan nu van 95 naar 120 per pakketje zo dadelijk. We zitten nu aan 95. We gaan een tweede worker plaatsen. Die is level 1. En we gaan nog een worker plaatsen. Nog een worker plaatsen. En nog een worker plaatsen. Oké, dan is ons geld denk ik zo dadelijk weer op. Waar kan ik dat eigenlijk zien? Oh, ik kan het hier beneden zien. We hebben 136.000 munten. Dus we zijn op dit moment best wel goed bezig. Nou, mijn noob is hier lekker aan het slapen. We kunnen hier nu een cabinet zetten. We kunnen hier nu allemaal dingetjes op gaan zetten. En een shelf, zoals je kunt zien. Ik wil in de tunnel mijn vogel laten gaan. Kijk eens. Hij is er doorgegaan. Kijk eens. En daar krijg je diamonds mee. Dus eigenlijk kunnen ze inderdaad van alles extra krijgen door ze te laten slapen, aandacht te geven en leven. Nou, ik kan hem nu replacen. Hij is niet meer moe. Ik ga nu mijn unicorn laten komen. En kijk wat een schatje. Is er trouwens nog genoeg eten voor mijn unicorn? Ik ga even kijken. Food. Ik ga dan, denk ik, nu even deze vogel laten eten. Dat is dus perfect. En dan gaan we hier een carpet plaatsen en dan by wall. En muren. Ik wil, zeg maar, dat ik mijn veilig voelen dat mensen niet zomaar binnenkomen. In sommige spelletjes heb je dat namelijk wel. Nou, hij is nu unlocked, maar ik wil hem locked krijgen. Niemand hoeft binnen. We gaan een plantje kopen. We gaan een raam plaatsen. Een plant. By walls. Kijk eens aan. Golden helicopter. Holy guacamole. You can set 3 pets. We gaan die kunnen doen. Ik heb geen idee. Ik speel het spel letterlijk voor de eerste keer, dus ik heb ook geen idee wat ik moet doen. Ik volg gewoon de pijlen. Muren plaatsen, raam plaatsen, dan zijn we een stukje veiliger weer. En wat hebben we hier? We kunnen hier weer een plantje plaatsen, een hele dure. En dan hebben we hier ook van alles. Desert floor now available. Oké, dan gaan we hier naar de lift. We hebben dus een lift, dus we kunnen naar de volgende verdieping. Dus dat kunnen we eigenlijk gaan doen als ik zie dat we hier niks meer te doen hebben. We hebben hier nog iets. Unicorn eggs. We hebben 90% kans op de gewone witte. We hebben 9% kans op de gouden. En op de blauwe, dat is de rarest van ze allemaal. Ja, ook daar weer voor moet je betalen. Maar ik wil toch een unicorn kopen. Want ik denk dat deze heel handig gaan zijn om je dingen succesvol te maken. Wat krijgen we? Geef ons mooi goud, blauw. De basic one. Ik denk als je inderdaad een paar keer dit doet, dat je wel een goede krijgt. Maar op dit moment hebben we nu 2 unicorns. Eentje die hier lekker slaapt, die met diamonds geeft. En de andere vogel die hier lekker zijn ding aan het doen is. Dus we gaan naar boven. We gaan met de trap in plaats van de lift. En kijk eens. Wow. Kijk hoe episch dit eruit ziet. Een piñata egg. En dat ziet er dan zo uit. Zelfs een unicorn maar in piñata. Dat vind ik er heel erg leuk uitzien. Dus die kunnen we misschien ook gaan kopen. Ja, die kunnen we eigenlijk al kopen. Die zijn 500 per stuk. Gaan we ik wil eigenlijk deze pakken. Deze is ook goedkoper. We openen er 3. Oh, is ook Robux. Is allemaal Robux. Ik dacht dat deze met diamonds waren. Oké, weet je. We wachten daar even mee. We hebben hier weer allemaal mensen die we kunnen kopen. Dus dat doen we. Collect money. We hebben weer 130.000 euro. En we gaan ze allemaal weer gaan
upgraden. Mijn noob. En dan gaan we hier ook een zandkasteel plaatsen. En daar mag een andere noob in spelen. Kijk eens. Hij gaat lekker rollen in het zand als een echte noob. Want hij kent nog niks beter dan dat. Dan gaan we weer een muren plaatsen. Muren en dan ramen. Kijk, dat voelt weer wat veiliger. We gaan hier een ballpit, zo'n ballenbad plaatsen. Ik ga toch één kopen. Ik weet dat het mijn Robux is, maar ik wil heel erg graag een speciale pet in deze video. Gaat het lukken? Dat is de vraag. Geef me alsjeblieft iets moois. In ieder geval iets zeldzaam. We hebben gewoon de piñata. Dat is gewoon de standaard 90%. Kun je ook vanuit gaan. Maar ga goed. Kijk eens, piñata hebben we hier. En dat betekent dat wij die waarschijnlijk ook zo'n plekje kunnen geven. Kunnen we hem replace met panda? Of panda? Piñata. We gaan nog eentje openen. En dat is nu deze. En deze is 500 Robux. Ik vind het erg prijzig. Maar, wat zit erin? Party Bunny! Woe! We hebben een Party Bunny gekregen, vind ik geweldig. En deze kunnen we dan natuurlijk op een plekje gaan zetten waarvan ik denk van ja, bijvoorbeeld een bird die gaat niet heel veel maken, maar een Party Bunny natuurlijk wel. We hebben een koe gekregen! Moe, I'm a cow. Oké, prima. Ik ben blij daarmee. We hebben 17.000 euro nodig voor een nieuwe werker. Hier 45.000. We hebben nog wat geld, dus we kunnen bijna wel alle werkers in één keer kopen, maar nog niet upgraden. Dat is wel het ding. Nee, kijk, ik heb nog wel wat meer geld nodig om de laatste werker te laten komen. Maar we kunnen wel upgraden. Een beetje upgraden. We hebben genoeg voor deze. Nee, deze op level 4. Dus we moeten nog een klein beetje geld maken. En dan kunnen we deze weer gaan upgraden. We zitten nu überhaupt trouwens al op 900... Is het 900? Ja, sommigen maken wat meer dan de anderen. Ja, 925 is het meeste. Dat is zij die dat maakt. Wat zit erin? Een confetti dog! Oh, wat leuk! Ik vind een confetti dog er heel goed uit klinken. Dat is leuk. Ik bedoel, zo van Domaatje. Oké, wat is dit allemaal? We kunnen onze pet golden maken. Dat doen we in de volgende video. Ik heb er heel veel zin in gehad. Ik vond het superleuk. Ik heb mijn muur nog even geplaatst. Ik vind het altijd fijn. Het idee dat ik weet dat ons huis, onze plek, veilig is. En niemand binnen kan komen. Vonden jullie het nou leuk? Like de video. Het woord van vandaag is koe. Want ik loop hier naast een koe. Maar een confettihond is natuurlijk ook zo leuk. Dus koe of confettihond. Wat jij leuker vond in deze video. Laat het weten. Moet ik hier dus een serie van maken? Laat het weten. Dan ga ik mijn pets de volgende keer goldenfyen. En dan ga ik al mijn werkers max level maken. En gaan we kijken hoeveel munten we dan kunnen verzamelen. Ik vond het superleuk. Like, reageer, abonneer. En ik zie jullie overmorgen weer. Adiós.